Ik onderzoek de genetische regulatie van de afbraak van pectine in de schimmel Aspergillus niger. Ik gebruik de schimmel Aspergillus niger omdat het een ontzettend belangrijk productieorganisme is voor de biotechnologie. Het wordt veel gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie om stoffen te maken zoals enzymen voor de bakkersindustrie of citroenzuur of allerlei andere voedingszuren. Een bedrijf dat Aspergillus veel gebruikt is DSM bijvoorbeeld. Pectine is een belangrijk onderdeel van de celwanden van planten. En als er meer bekend is over de regulatie van deze afbraak van pectine, kan er bijvoorbeeld een schimmelstam gemaakt worden die beter groeit op pectine. Afvalproducten die veel pectine bevatten, zoals suikerbietenpulp, kunnen dan efficiënt gebruikt worden als voedingsbodem voor de schimmel. Ook kan informatie uit het onderzoek gebruikt worden om schimmels te bestrijden die schadelijk zijn voor de landbouw.